Ja, dat kan. In 3 stappen. We begrenzen de huren. De vrije markt is doorgeslagen. Wonen moet betaalbaar zijn. We geven huurders meer rechten, dus geen tijdelijke contracten meer. We voeren een nationaal opkoopverbod in, zodat woningen die beschikbaar komen voor mensen zijn om in te wonen en niet voor beleggers om te verhuren. Vastgoedbeleggers hebben goud geld verdiend aan onze huurwoning, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het heeft allemaal te maken met politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Dat kunnen wij veranderen.